Bewoners van de woningbouwprojecten Helena Village en Altona Village hebben vandaag een petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Ze voelen zich beetgenomen door ondernemer Sirwan Kumar Punai van vastgoedbedrijf P&D Real Estate, onder wie de woningbouwprojecten vallen. De bewoners menen dat de verkoper onder valse voorwendselen het onroerend goed aan hen heeft aangeboden. Valino Kruden van Altona Village hierover. Een van de belangrijkste problemen is, die mensen hebben plus minus al twee jaren geen water. Dat is een van de grootste problemen. Een ander probleem is, hoe je draait of keert, dat zijn volkswoningbouwprojecten. Maar we moeten keiharde euro's betalen. En u weet wat de koers nu is. Dat is behoorlijk zwaar voor de meeste mensen. Nou, het is behoorlijk lastig. Toch, we leven in onzekerheid. Hoe je draait of keert, dat is een grote groep Surinamers. We werken keihard. We hebben alle moeite gedaan om een huis en perceel te kopen. En wat ik ook moet aangeven is dat het ook werd gepromoot door de overheid zelf. Dus het was in principe of het is een project van een privéverkavelaar en de overheid samen. Dus wij gingen ervan uit van alles is prima. Maar uiteindelijk hebben we onderzocht via een landmeter. En we zien hoe het eruit of keert de verkavelaar heeft aangegeven. Er is geen schuld op de grond. Maar we hebben onderzocht, vooral tenminste nu op Helena, is er wel een schuld op de grond. Dat was Valino Kruden van Altona Village. Tatjana Lamee, bewoonster van Helena Village, vindt niet dat ze nalatig zijn geweest bij het aangaan van de overeenkomst in 2018. De groep die volgens afspraak al om 8 uur bij het regeringsgebouw aanwezig was, kon pas rond 1 uur 's middags het verzoekschrift aanbieden aan de vicepresident. Hij heeft beloofd om deze kwestie morgen reeds bespreekbaar te maken in de Raad van Ministers. Sowieso zijn we in goed vertrouwen de overeenkomst aangegaan. Maar een van de lastige dingen was dat je de overeenkomst niet eerder kon zien voordat je aanbetaling hebt gedaan. Dus pas nadat je aanbetaling hebt gedaan, krijg je een overeenkomst. En op al die kwitanties van die aanbetaling staat ook geschreven dat je geen restitutie kan krijgen. Dus wanneer je uiteindelijk een overeenkomst kreeg, is het tekenen omdat je geld wel wil behouden en je hebt ook woning nodig. Dus dat is de situatie geweest. Nee, ik heb gehoord. Natuurlijk, wanneer wij, of althans ik een petitie in ontvang neem, dan laat ik dit in de lade. Dit wordt morgen in de Raad van Ministers direct besproken. En dan wordt er een besluit genomen hoe verder. En dan worden jullie op de hoogte gesteld. Want het kan niet zo zijn dat je een pand koopt of een perceel en men zegt het is eigendom en later blijkt dat het niet waar is. Dus we gaan kijken, vooral die verkavelaars die mensen voor de gek houden, gaan we deze regering gaan we zeker aanpakken. En dan gaan we zeker aandacht schenken aan uw probleem van Helena en die anderen. En dan in ieder geval na morgen hoort u weer de stand van zaken, wat de regering hierin gaat doen. Tot zover vicepresident Ronnie Brunswijk. De bewoners zeggen dat ze vaker om de tafel hebben gezeten, maar het is niet gekomen tot een positief resultaat. Desondanks staan ze nog steeds open voor dialoog.